De hond wil leiding hebben. Als hij geen leiding krijgt, dan voelt hij zich verplicht om het over te nemen, die leiding. En sommige honden zouden dat nog best kunnen ook, maar de meeste honden voelen zich daar gewoon niet prettig bij. Die willen gewoon horen van de baas van, nou, dit gaat er gebeuren, dit mag wel, dit mag niet. Dat geeft een hond rust, dan weet hij waar hij aan toe is. En dan heb je ook een blije hond, want hij hoeft zich nooit af te vragen van, moet ik het nou regelen of doet de baas dit? Nee, de baas regelt het allemaal voor me, dus dat is prettig. Aandacht is kijken naar je gezicht. Een hond moet leren kijken naar je gezicht. Hij moet je uitdrukkingen leren kennen, want dat snapt hij in principe niks van, want hij is een hond en geen mens. Dus moet je zorgen dat die hond naar je gezicht kijkt. Je doet je riem in je rechterhand. Je pakt een koekje, eerst aandacht. De meeste honden gaan dan al zitten. Oké, kijken wat Perra doet. Aandacht. Zit keurig, dat is braaf zit. Nou, we gaan nu even wat actie doen. We gaan rennen roepen doen. Behalve dat de hond aandacht voor je moet hebben, moet kunnen zitten en van alles en nog wat, is het leuk als die komt als je hem roept. Je mag een eindje weglopen en dan mag je omdraaien. En zeker bij de kleintjes, ga maar een beetje door je hurken. Terwijl die je ene brokje mag opeten, pak je met je andere hand, dat is ook weer een handigheidje, zijn halsbandje van onderen, onder zijn kinnetje. Dus ook weer niet over die kop, onder zijn kinnetje. En als je hem vast hebt, geef je je andere brokje en kan je hem rustig aanlijnen. Wat blijft er nou nog over voor vandaag? Het liggen. Je doet je koekje tussen je wijsvinger en je duim. Een beetje zo tussen je vingers. Van zijn neus recht naar beneden. En de meeste honden gaan na een paar seconden liggen. Zodra die hond gaat liggen, dus de voorkant en de achterkant gaat naar beneden, zet je dat dus af of down en dan draai je meteen je koekje om. Je mag die het opeten. Dat is af. Goed zo. Hartstikke goed.